wat is hier vandaag aan de hand? Wij openen ieder jaar met een seizoensopening. Dan willen we mensen informeren over wat we allemaal doen. Wat voor cursussen we draaien en wat voor sfeer we eigenlijk uit willen dragen. En er zijn workshops, er is ook muziek, vertel daar eens iets van. We hebben een Indiaanse danseres, Shanu Arjun Sharma. Arjun is van Karmazorg. Karmazorg zit ook bij ons in het gebouw. En Karmazorg zijn Surinaamse, is dagopvang voor Surinaamse ouderen. En we proberen juist in ons gebouw ook wat verschillende groepen bij elkaar te brengen. Niet meer specifiek gericht op alleen maar mensen met een beperking. Maar juist dat mensen met een beperking andere mensen kunnen ontmoeten. Je hebt net een mooie dans. Hoe was het? Nou, een prachtige ervaring natuurlijk. Alleen maar liefdevolle mensen, positiviteit. Dus dat voelt altijd goed. Maar je gaf in ieder geval een goede uitleg. Ja, dat hoort er natuurlijk bij. Het is natuurlijk heel erg nieuw. Indiase dans, Zuid-Indiase tempeldans, ook wel Bharatanatyam genoemd. Is niet alledaags in Nederland, maar gelukkig krijgt het steeds meer bekendheid. En een plek die het eigenlijk hoort te krijgen. Want dit is gewoon een prachtige eeuwenoude kunstvorm. Een traditie eigenlijk. Zijn hier ook een soort cursussen voor? Ja, er zijn heel veel dansscholen, Indiase dansscholen in Nederland die cursussen en lesgeven in Indiase klassieke dans. En het is eigenlijk voor iedereen toegankelijk, maakt niet uit wat je afkomst is, leeftijd. Het is gewoon om van te genieten. U kan niet vertellen wat hij aan het doen is. Hij is in speksteen aan het werken. Ja. En hij heeft gevraagd om een beetje kleine steen. Waarin hij toch duidelijk al een vorm kan zien. Zodat het wat makkelijker is om ook aan de vorm te beginnen. Ja. En hij doet dat met een kleine vijl. En hij wil uit dit stukje een visje gaan maken. Momenteel ben jij een vis aan het maken, hè? Ja, en ik ben zo'n controlefriek. Hoe lang doe je nou over zoiets? Nou, die stenen die daar staan, die twee dingen die ik gemaakt heb, daar ben ik wel maanden mee bezig. Ik heb gewoon een stukje steen en dan ga ik kijken van, wat kan ik eruit halen? Ja. Nou, hier zou je dus ook... Lijkt ook een beetje op een vis, hè? Ja, dan zou ik een dolfijntje kunnen maken, hè, bijvoorbeeld. Kan deze steensoort ook nog bespoten worden, geverfd worden? Nee. Nee. En waarom niet? Het is namelijk een beetje vettig. Weet je waar dit vandaan komt? Uit allerlei landen. Ik kan niet zien wat voor steen of ik heb hier, dat weet ik niet. Nee. Maar het komt overal uit de hele wereld. Uit België, Zuid-Amerika, India, China, alles, overal. U geeft een cursus filosofie. Ja. Ik geef en een kring in de paraplu, dus een leeskring waarbij mensen met elkaar een filosofisch boek lezen. Wat we proberen te doorgronden op zijn betekenis. En waarbij iedereen de wijsheid die er mogelijk in zit wel of niet kan toepassen. En het gaat dan met name om het gesprek, waarbij ook iedereen zijn eigen ervaringen kan inbrengen. Mensen hebben enorm veel behoefte om over wezenlijke onderwerpen met elkaar in gesprek te zijn. En dat gaat vanzelf. Dus dat is één, dat doe ik al jaren hier. En ik doe nu een korte cursus van 5 bijeenkomsten over ken u zelf. Gaat er niet om, het is geen autobiografische cursus. Het is ook geen psychologische cursus. Het gaat er eigenlijk om, wat betekent mens zijn eigenlijk? Ja? En proberen daarover na te denken met elkaar.